Ze hebben er de handen vol aan. Het is een heel geschouw, ja. Al deze spullen zijn voor de duizenden vluchtelingen die op de Griekse eilanden aankomen. Hoeveel spullen hebben jullie hier wat niet verzameld? Inmiddels 60 dozen en 200 zakken. En dat zijn spullen zoals kleding, voedsel, hygiëneproducten. Je kan het zo breed niet bedenken of het staat. Hulpkaravaan Griekenland zamelt op 10 plekken in onze provincie spullen in. Met een vrachtwagen worden alle spullen naar de Theresiakerk in Eindhoven gebracht. Dat is de centrale verzamelplaats in onze provincie. De kerk staat dan ook bomvol dozen, kratten en zakken. Deze actie is echt in eerste instantie opgezet voor de mensen in hoge, hoge nood. Mensen die met alleen een broek en een trui aan van een boot afstappen. En echt helemaal niks meer hebben. Zo, Sorry. Het is ook hartverwarmend om te zien hoeveel dat er hier staat. Ja. Ja. Het is ontzettend bijzonder. Bijzonder, maar ook flink doorwerken. Ja, het is enorm hard werken. Ik heb echt 's avonds spierpijn van het dozen dragen. Maar we hebben gelukkig veel vrijwilligers. En nou is de doos klaar om naar de kerk vervoerd te worden. En dan gaan we met de volgende doos beginnen. Dus je ziet, ligt er nog genoeg. Mensen die morgen de handen uit de mouwen willen komen steken in de Theresiakerk zijn dan ook van harte welkom. Het is de bedoeling dat alle spullen volgende week naar Griekenland worden gebracht. Zo,